Hallo, hallo en hartstikke welkom bij weer een reactie op games die gereleased worden. Ik weet niet zeker of dit nog deel uitmaakt van E3, maar de VR-consoles zijn aan de Dit beurt. maakt zeker deel uit van E3. Er Waar heb je... staat Summer of Gaming, dus ik weet niet Maar of staat er ook het. daarboven Upload VR Showcase. Dus ze gaan dingen laten zien over VR. Ja, daar gaat het in ieder geval Ze om. gaan nieuwe VR-games laten zien, hoop ik. Ja, volgens mij is er wat ze gaan doen is VR games die deze zomer uitkomen. Dat dus. Cool. En daar zijn wij ook best wel hyped voor, want wij hebben ook toevallig een VR. Virtuele Een realiteitsbril. virtuele realiteit bril. Dus in de vorige video hebben wij gereageerd op Ubisoft, die zijn nieuwe games heeft, of nee, nieuwe updates en nieuwe games heeft gereleased. Nu is het Upload VR. En er komen waarschijnlijk nog een paar andere video's aan waar wij ook weer gaan reageren op andere bedrijven die hun games gaan releasen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Het begint over 30 minuten, of 30 minuten, over 3 minuten. Oeh, we zijn een beetje vroeg vandaag. Zal het geluid iets. Ja. Dus Hoppakee. we moeten 3 minuten Wat verwachten volgen. jullie te zien en wat hopen jullie te zien? Ik verwacht die game die lijkt op Overwatch, waar wij het laatst over hadden. Iets met Nauts, ik weet niet precies hoe die heet. Ja, die En 4 ik. versus 4. Zoiets, En ik ja. hoop dat er gewoon echt een goede single-player VR-game komt. Zoals Oké. Half-Life Alyx of zo. Ik Oké. hoop dat Knockout City VR gaat. Okay. We hadden even ook Dat zou cool zijn. lang niet meer gespeeld eigenlijk, hè? Nou, te lang. Inderdaad, VR. Zo. Dus dat moeten we ook weer even binnenkort gaan doen. Ja. Joshua zei, ik hoop eigenlijk op een soort World of Warcraft slash Black Desert Online Star Wars spel. Ding is daarmee. Nee. Goed, het is gewoon RPG eigenlijk. Ja, Ja. precies. Want Ja. als het World of Warcraft is, dan zou je waarschijnlijk maandelijks moeten betalen om die game te spelen. Ja, nee, Denk niet ik dan. zoiets, maar gewoon dat je eenmaal het spel, dat je gewoon het spel koopt en Ja. zoals bij Black Desert Online. Ja. En dan wordt een beetje RPG-achtig. Ik hoop in ieder geval dat misschien inderdaad dat we dan wat te horen krijgen over die nieuwe 4 versus 4 game. Beetje, ja, wat was het eigenlijk? Een beetje Valorant type of game. Ja, inderdaad, die inderdaad. Die Overwatch type. En ik hoop Inderdaad. dat ze iets, misschien iets van een soort van zombie survival game gooien. Gewoon Ik iets ben meer benieuwd. Of een horror game of zo, dat lijkt me horror ook wel game. vet. Gewoon wel in ieder geval iets met multiplayer. Dat zou ook wel vet zijn. Gewoon een Ja. multiplayer VR spel. Ja, Ik hoop dat ja, ze de nieuwe Phasmophobia map laten zien. Oh ja, die lieten we. Die... Want daar vertelde hij inderdaad over dat er dus een nieuwe ja. Phasmophobia map zou zijn. Die is gisteren uitgekomen. Ik weet niet of die alleen op de dev-pers is uitgekomen of ook op de normale. Ik hoop dan in ieder geval dat ze hier ook wat laten horen over de nieuwe Phasmophobia map. En voor de rest. Phasmophobia Ja. denk ik niet, maar ik hoop het gewoon wel. Ik bedoel, wie weet, misschien is Phasmophobia wel de Ja. volgende Smash character. Gewoon Ryan, een laten we hele videogame is. vanaf nu af aan, elke video, pak jij een random boek, scroll je naar een random page en lees je een quote voor. Voilà. Ik voel nu een boek achter me. Gewoon een boek. Gewoon een boek. Gewoon een boek. Random Ik pak boek. gewoon een boek. En dan De ook eenzame weer. bruid. Oké, en dan scrollen naar een random page. En de eerste zin, stop maar. En de eerste zin die je leest. Oké. Ze verbreiden zich in een lange lijn om een zo breed mogelijk terrein te bestrijden. En trokken van de grenzen van de abdijgrond. Ik weet niet wat het is. Abdijgrond aan weerszijden van de beek stroomopwaarts. Oké, en we zijn begonnen, boys. Half stu. Oké. Wat interactive, hè? Wat? Wat? Hallo? Oh, Het wat? is een PlayStation VR-game Oh ja, alleen. natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. Maar is het zo Kijken. Borderlands-achtig? Ik dacht dat dit eventjes scavengers was. Ja, echt, hè? Holy shit.
Ik dacht gewoon dat het Borderlands was. Ja, het is wel die stijl, maar dat heeft Scavengers ook een beetje. Wel, oké, het is een decent. Maar in Borderlands heb je ook zulke soort scènes. Ik ben er niet zo heel erg. Oh, daar is een PlayStation VR. Boeit me toch niet. Ja, maakt niet uit. Ik ben blij dat ik geen PlayStation VR meer heb. Oké. Ik hou wel van die stijl, een beetje. Ja, dat is wel dood. Dat is trouwens ook een game die we kunnen spelen op Borderlands. Ja. Deze VR-game lijkt wel wat meer actief te zijn, zeg maar. Ja, dat is wel dope. Vind ik. Oké. Nee. Niet echt mijn soort spel, wat ik op de VR zou spelen. Nogmaals, de stijl trekt mij niet echt aan. Ja, ik denk dat het ook niet echt een spel is die wij op onze VR kunnen spelen, nee, want... Dat niet, maar stel dat nee, het is PlayStation VR. Stel dat je op onze VR zou kunnen, zou ik het ook niet. Ja, nee, maar ik denk dat je heel erg gedraaid gaat worden, zeg maar. Zou ik het meer over. Dat wij in ons kabels vast kunnen zitten. Oh ja. Ja, dat ook. Die wel. Ja. Voor de mensen die kijken, het is bij ons 12 uur. En we hebben hiervoor al gereageerd op Ubisoft. Dus het zou kunnen zijn dat er iets stiller zijn en iets moeier zijn als eerst. Klopt. En ik moet ook ietsje zachter doen, want mijn ouders zijn aan het slapen. Oh, tenzij? Maar tenzij ze een goede game gooien, dan maak ik jouw fucking ouders wakker houden. Dan ga ik zo hard schreeuwen. Ik zeg het zo, die Nintendo E3 wordt de gaarste reactie die je ooit gaat zien. Jij gaat sowieso een orgasme krijgen bij letterlijk elke game die je ziet. Nintendo Switch XL. Mario. Gewoon alleen Mario. Oh my god, het logo van Nintendo. Pokémon Diamond and Pearl Remake. Is het eerste wat ik doe voor die stream start, weet je wel? Pak ik gewoon van die lotion die zo. Exclusive to PlayStation VR. Okay. Oh, that looked good, didn't it? Nee. And if you like that, then make sure to stay tuned next month because Fract is going to be the upload access game of the month. We'll have plenty more to share on the game. Okay. Thanks so much to Endgames for showing us the latest from Fract. Alright, let's kick off the show. Kom op, boys. Geef ons iets goeds. Geef ons iets goeds. Geef ons iets goeds. Hey! Ah! Welcome to the Upload VR Showcase 2021. I'm Zena. And I'm Jamie. We're gonna be your guys for the next 45 minutes or so of VR game. 45 minutes, valt mee. As always, we want to give a big thank you to every VR developer taking part today. It hasn't been the easiest year for anyone, and the work you're trusting us to present is truly admirable. Jamie. Zena. I think it's time to introduce VOD. Wat? Bob. Toch? Yes, let's go! Wie had het al hier? Dit is Larkenhout, ja. Let's fucking go. Dat is mijn boy. Ja, ik ben hier op zich wel hyped voor. Dit lijkt me wel grappig, ja. Bam, dat is mijn boy. Yo, en hij gooit zijn testikels naar mensen toe, let's go. Je hebt toch een ghost nodig, man? Wil je dat wel spelen dan, met vuisten? Ja. Nee, gek. Rust. Guy is de gaarste karakter in de hele game. Ja, dus ik krijg gewoon naar je toe rent. Dan moet je toch bang worden, gast. Dat is toch goud?
gaan ze ook nog andere game spelers laten zien. Weet niet. Oké. Larknauts. Oké, die gaan we onthouden. Ik heb hem op mijn wishlist gezet. Een zomer? Zomer, ja. Dat is snel, joh. Two-handed aiming, manual reload, private lobby, immersive playlist, new map. New... Okay. Top 5 favorite VR characters now. Yep, I guess you could say my body is ready. Oh god. Yeah. Anyway, moving on, let's get the latest from Walt and the Wizard. What? What? We've done it. Ah, deze. Dat was die super immersive game ofzo. Our reality keeps expanding. Oh, een achtertuin. Oh. En we zien dus meer. Nee, het is een achtertuin. Een bel. Kijk. This is natural magic. And it is yours to control. But be careful. This reality is not ours alone. Ah? Ah? Multiplayer. Nee, man. Way into the fortress. Pitiful creatures. They won't last long. What the fuck? Ah, je gaat duwen. Ik kan niet duwen. Dat is altijd weer in een game. Ja. Dus. Oh, dat is wel cool. Oké, okay, nee, dat is echt niet mijn soort game. Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het ook wel leuk. 6 juli al, holy shit. Ja. Yo, in virtual reality. Ik wou net zeggen. Deze keer inderdaad je... Stel je voor Harry Potter game in VR. Ah. Oh. Stel je voor Harry Potter dat je moet roleplay in VR. Echt hoor. Today we've got a sneak peek at an in-depth look at the game coming your way soon. Oké, goed zo. Ooh. Minecraft. Survival. Survival adventure. Adventure. Batterij if you are headset. Onprofessioneel. Oordopjes. Very somber game. It's kind of different than what we do at 17-bit normally. We're known for kind of cartoony, goofy, fun stuff. This game is a very different direction, but it's been a fantastic project. It's really, you know, when I first experienced VR, I was immediately completely floored. I mean, I was in tears almost at how incredible the experience is. I mean, it's not a game anymore. It's a world that you are inside of. Whoa. And when I started thinking cool. about what I would like to do, I thought about... No, that's what I thought, actually. What the fuck? I mean, creating a living, breathing world, which you hear all the time, but for the first time, it wouldn't be just a game. You would be in this world. And if we could make the rules of the world simple enough, you could survive virtually in this world. A bad and I wanted to populate that world with living nice. Creatures that lived and behaved and acted like real wild animals. I want these animals to have reactions. I want them to feel fear. Yo! Afraid, hungry, okay. tired, nervous. And I wanted to make a world that was completely interlocked and completely interbreeding. The deer hond. Are hungry and they're looking for food. Oh shit. And they're nervous and they're startled by sounds. If they see you from a distance, nothing is canned in this game. Like everything is a kind of a dice roll or driven by the AI to be like, okay, if he sees you at a distance and he's well fed, he's maybe not that nervous. He's going to watch you for a while before he gets spooked. That's all cool. If you run after That's him, all vet, coming at him he's gonna, at some point he's going to react realistically and he's going to run away. So everything in this world die beesten kunnen ook vol zitten ofzo, dan gaan ze hier naartoe. Alive. I mean, I was watching my children play chasing fish
at the ocean in this little kind of pond, and they had a net. And just them running around chasing after these animals was incredibly engaging to them. And I was like, this doesn't have to be crazy high levels of artificial intelligence. It just has to act realistically and be sort of alive. Song in the Smoke. Dat is wel cool. Dat zag er wel vet uit. Waarom gaan we dan door? There we go. Song in the Smoke is coming to Oculus Rift, Quest and PSVR this summer. Song in the Smoke. Wow. Oh. Oh, dat is die Beat game, toch? Beat? Ja, dat is een Beat Style game. Oh, ja. Wat? Dit is zo'n Beat Saber tegen... Ja. Yeah. Geen idee wat het is. Wat dat zijn eigenlijk zombies of zo. Holy shit! Lijkt inderdaad op een soort van bieten. Oh. Oh shit. Bro, en ik. Okay. Against looks like a brutal and bloody take on Beat Saber, and I'm totally into it. Yeah. Next up, we've got a little help from our friends. Hi everyone, we are Cass and Cherry, and we have a few VR titles for you today. What? We have Space Battles, Drum Battles, Samurai Battles, and... adorable Dinosaur Puzzle Battles. Die recht lijkt me wel. Nederlanders. Holy shit. Eternal Starlight is a tactical space combat game in which you. Je hoort dat allebei Nederlands zijn. Zoom in and out using Nederlands. Space hamster. On Oculus Quest and PC VR next week. Ja, holy shit, dat je dat zag. Ja. Yo, dat ziet er wat uit. Movies, the game is all about slicing through enemies with your katana. It's coming to PC VR in the near future. Nou, die keihard al lang dood te zijn, hoor. PlayStation 4. Ja, ik wou net zeggen. Nou, een Quest, zag je dat? PS VR stond er. Smash Drums is every drummer's VR dream. This VR rhythm game trades lightsabers for drumsticks as you smash your way through 21 songs. It will be on Oculus app on June 17th. Gewoon Beat Saber, jongens. Kom op. Stop met het namaken van Beat Saber. Oh my god. Gaan we alleen maar dit soort VR games krijgen. Yo. Ik krijg net die samurai dingen, waar heb je het over? Dat is alleen PlayStation VR staat er. Nee, dat is ook best. Nee, dat is PSV, PSV VR deze. Dat is toch een kutgame, dus maakt dat nou weer uit. Echt hoor. Oh, en... Nee, blind PlayStation. Black is a VR music game that allows you to play air guitar and feel like a rockstar just using hand-tracking technology. So that means no plastic guitar, no blues, no instrumental game. Oké, het zou me grappig lijken om iemand om hierop in te lopen, zeg maar. At the beginning, we were thinking really small. After the partnership with Vertigo Games, the game... Maybe all time with VR. We have bands in the soundtrack that we always love, like The Offspring. We moeten Minecraft VR spelen. Vind ik ook. The lead guitarist... We kunnen lekker letterlijk in die modded server, kunnen we gewoon Minecraft VR spelen. Ja. Ik denk alleen niet dat mijn computer het leuk vindt, maar... Oh, een producer. Wauw. Leuk zeg. Wow. Een producer erbij is. Moet je zeggen, het is wel goed gemaakt. Like, we hebben nog niet een gitaar VR game gehad, volgens mij. Nee. Ik wou zeggen van Ubisoft, maar dat is niet VR. Nee. Dat is IRL. Dat is wel naar. Ze laten altijd het hele team zien die keihard aan het werk is. En dan kraken wij die hele game af. Ja.
Het spijt me team, maar... Dit is niet onze spel. Ja, dat mag. Dat mag ik maar een mening hebben. Ja. Oh, die saxofoons. Sam en Max? Ja, dat zijn hun. Oh shit. This time it's virtual. Ik hoop dat het op na de PC komt. Hey Max, how many times have we had to bust out of some criminal cheeseball's lair? This week or in toto? You'll be locked into a room and must use your wits to obtain egress. You know, you could just say it's an escape room. Just go on in. We've locked you here in the park's old security center and hidden clues all over the place. The goal is to find the three hidden keys. You'll be judged on how fast you escape. What the fuck is this all? Ik ken alleen die twee characters, ik heb geen idee wat ze doen of whatever. Ik ken alleen hoe ze eruit zien. Dit zijn detectives. Oh. Dat wist ik niet. Wat is de fuck is die inktvis? Dat hoofd. En alle games van hun moet je princess oplossen. Ik ben een beetje moe. Ja, dat had ik door. Oh my god. Ze moeten heel snel iets heel gaafs laten zien, anders is het heel erg teleurstellend. Ik vind het wel leuk. Ik vind het ook wel oké. Okay. Ik heb er geen haat aan ofzo. Nee, ik ook niet. Zeg nog, er zijn van dat soort... De escape room VR vind ik best wel grappig toch? Ja. Ik weet alleen niet of het volgens Niels niet, maar volgens de rest. You've passed the get a clue challenge. Of course, had this been a real death trap, there would have been poison gas. Sam en Max, zijn ze hun niet de Smash Bros? Nee. Ze zijn in Dead or Alive. Ja, als mold. This summer in VR. Geweldig. Max, ik heb een idee. Ik ben nou niet of het PS-exclusive is. Hey, basketball. Ik hou van basketball. Ja, dat heb je gezien in de NBA. Ja. Oh. Oh. Als het gratis is, dan download ik het. Serieus? Ja. Weet je waar je ook gewoon... gaan basketballen. Daar. Vesmafobia. Ik denk niet dat er physics even goed is. Daar oefenen. Dat is goed. Dit is de developer van het spel volgens mij. 100%. No way dat iemand hier acteur voor zijn. Ik bedoel, als je me voldoende betaalt. Ik vind dat wel cool, ik weet ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar het werkt. Tracking. Oké. Okay. Volgens Ryan, mij kan jij dat wel. Ryan, heeft jouw VR ook handtracking? Ja, dat is een quest. Dat is een quest 2. Ja, dus jij kan ook handtracking. Ja, dan kan je wel aanraken. Weet ik veel. Waarschijnlijk is het nog niet available. Okay, time to welcome back to Alpha Games with a sneak peek at Pistol Whip's new style system. De grond van deze game is het ook een beat style. Today we're going to give you the very first look at our new style system for Pistol Whip. It's a way to let you remix gameplay to make it harder. Pistol Whip is grappig. I'm here with our lead level designer and my new... Ah, daar zegt Denk Niels waarschijnlijk iets heel anders over. Zie je? Let's go. Sterker nog, dit game kon je eerder kopen dan fucking Beat Saber. Wat? Oh, deze, ja, ik ken deze.
So what is a style? Well, you can think of it as a preset that combines a weapon type with gameplay modifiers to remix Pistol Whip in endless ways, each with their own custom leaderboards. Wat doe jij met je gunners? Oh ja, ik remix mijn gun. Jij niet dan? Or just your mood every time you play. Ik schiet alleen op de beat. When Daniel selects a scene, his current active style will show here. Right now, he's got classic play, which is a single pistol and no modifiers. This is how we recommend everybody start playing pistol with. But when you're ready for more, just look to the new styles menu. Here, you'll find tons of fun playstyles to try out, curated by the devs and the community. Gewoon AK pakken, helemaal offbeat. En dan spammen. He's looking for some light-hearted gunslinging, so he's chosen I reckon your heads are too big style, which features our new revolver weapon type and a brand new modifier. Het is gewoon een update of zo. Thank you. Campaign scenes can now be played with any style. He's back, and this time he's got bullets. Ik ben de enige die de beat niet kon vinden. Nee. Wat is? Ofwel is heel gehoffeerd. Ja. Nee, ze hebben de muziek veranderd. Oh. Cyberpunk. Here, you can modify a style or build a brand new one from scratch using any one of our five different weapon types. Wat nou als ze zeggen zo meteen van ja, Cyberpunk krijgt een VR-versie. Since it's legacy, Dan's gonna add bullet hell, another brand new mod that'll definitely make you sweat. Nee, dat lijkt me wel fucking cool, maar dat lijkt me echt onmogelijk. Ja. Ik ga het ook niet proberen, want ik ga sowieso misschien gewoon door de lage FPS ook geen hebben in Cyberpunk. Ik kan het niet horen. Nice try, bud. Alright, that was just a taste of the new style system. We can't wait to get it into your hands, because like everything else in Pistol Whip, it'll get bigger and better with your feedback. It releases this summer alongside our brand new cinematic action. Misschien dat we het trouwens ook gaan hebben over Resident Evil. De VR game. Now we're going from Rhythm Shooter to Rhythm of the Universe. Let's take a look at how Rotu Entertainment is using its upcoming VR game to make a positive... Rhythm hebben we gehoord, dankjewel. Monkey! Frank! Is dit Frank Steve Irwin? Back. Every story has a beginning. At Rotu Entertainment... Kijk! Hallo! ...starts with a purpose. To make a positive impact in the world around us. We have partnered with numerous non-profits during past projects and are happy to announce our partnership with the Wildlife Warriors Worldwide, established by Steve and Terry Irwin. Hey, Steve. I can entertainment and media donating 5% of the virtual reality game, Rhythm of the Universe Ionia. To the Wildlife Warriors in an effort luister, koalas zijn fucking dom. Het enige wat ze eten zijn giften voor hun. Jij bent dom. Sorry. Kijk hoe mooi dat eruit ziet, Luca. Ik kan je echt nooit meenemen naar een fucking Afrika of zo om naar dieren te kijken. Ik kijk niet. Wat een fucking dat fucking lelijke been met de slurf. Wat is dat? Waarom zijn ze giraffen zo bang? Ja, ga weg! Zo weer op het ding. Wel weet ik ze, omdat ze de zetel in de bovenste bladeren van een boom. Hey, dit is Ziet er wel grappig uit. Hij is back to die. Echt? Ja, natuurlijk niet. Volgens mij is hij back to die too. Now and again. Speaking of which, you'll be meeting my favorite actor. We've all seen him on the big screen and the red carpet. I'm not sure. Please help me welcome Mr. John Juniper. Thank you. It's a pleasure to be here. You always get the best missions, but after all the brilliant work you've done, you deserve everything that comes your way. Please just don't embarrass us in front of Mr. Juniper. I can see you're settling in. Please make yourself comfortable.
Ah, cool. Nice. Expect lasers, bombs, assassins, and well, laser bombs, assassins. Coming this summer to all headsets. Welcome to the Oasis. I mean, dat is hij. Hij maakt ook tutorials online. Mike, and today I'm here to introduce four new VR indie titles heading your way soon. From ferocious monster battles to roguelite shooters and saving sushi bars to becoming an executioner in VR. These games highlight the sheer creativity sushi bar. Of VR indie titles. So, let's dive in. Een horloge met 20 euro. Blockbuster VR is a manic kaiju game coming to a headset near you soon. Let off some steam by unleashing your inner Godzilla, smashing the city to dust and feasting on its poor. Dat zijn deals die vinden die grappig. Jezus. Heftig. Expect more information on this monster masher later this year. Sushi Ben VR is a vibe. Oh yo, sushi maken? Bro, ik hou van sushi. Ik ben daar een business. Ik zou, als het multiplayer heeft, moeten wij dat spelen rijden. Er is een coke, er is een coke VR game als dat is. Ja. Er is inderdaad een coke game. Die wil ik ook wel spelen. Grappig. And this is where things get a little darker. Sentence VR puts you in the grim shoes of an executioner. It's not all the head chopping and appeasing the bloodthirsty crowd, though. Developer Samuel Gordon hopes players will question their actions and maybe even feel a pinch of regret for their deeds. This will be coming to PC VR headsets. Nou, ik kan niet hoor. Ik slaat ze gewoon. Finally, this is Sweet Surrender, a new roguelike shooter from the developers of Grorilla. This game will have you blasting your way through a procedurally generated dystopian mega tower. With agile combat, upgradable abilities, and a cool cel-shaded art style, this one looks to be a blast for PC VR shooter fans. Ik vind het meer, demo of this game as part of Steam's next fest. Waarom is zijn al deze fucking? Dat is wel cool, I guess. Je gebruikt de scope niet eens. Ah, he's dood. And that's all from me. Thanks to Upload for inviting me to take part in the summer showcase and enjoy the rest of the show. Cheers. Dag. Cheers. Cheers. Oh, dit? Dit ziet er fucking vet uit. Ja. Ik stuur op mijn uncle is een geweldige game en ik zou het gerust voor jou willen spelen. Wee, yo, wee, yo, wee, yo, dit is fucking vet. Hallo? Hoe heet het spel? Geen idee. Fly away with me. Fly me to the moon. Ah, oh, ik wil die oude guy zijn. Van je oma, opa Gert of zo. Dit is vet. Fuck jou, Niels. Dit is vet. Ja. Wow, kom op. Wow, hoezo zo aanvallend? Omdat je elke game kut vindt. Ik zeg hier niks. Nog niks. Slechts. Wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan, Niels? Ja, kom op. Hij durft niet meer. Het is wel iets leuks. Ja, het is, mij lijkt dit fucking leuk. Onironisch. Maar ik helemaal rond swingen. Ik ga er veel geld voor. Neerleggen. Windlands 2. Fuck yeah, ik hoop die game. We know you've been waiting and we're happy to confirm that Windlands 2. Fuck yeah, dat ziet er fucking vet uit. Ik wil ook zo rond swingen als Spider-Man. Maar niet in de Spider-Man game, want die is ruk. Je kan hem kopen hoor. Oh, echt? 25 euro op Steam. Nee, die gaat dus op Oculus. Ik denk het niet, maar ik kan kijken. Ik vind het spel grappig. Ja. Ja, was dit niet jouw oude werk? Ja, dit was mijn oude werk. Ik was ook precies zoals deze gast. Ik heb ook precies deze fouten gemaakt. Oh, hij is op Oculus, is die duurder. Oh, echt? Ja. Oh, nazi's.
Oh. Gebeurt dat ook als je... Hatsa! Ik zie het nu al voor PlayStation VR, oké. Ja. It's a green light for Traffic Jam's PSVR version. It's a green light. Yes, hi everyone, my name is Cammy. Hello. And I represent Incubo. What is it? Bring Hell VR is a project that we fell in love with from the early start. Bring Hell VR? We decided to work on two versions of the game at the same time. Ik heb ook geen idee. Ze laten niks zien, ze vertellen er gelijk over. Ze vertellen het alsof iedereen moet weten wat het is. Ja. Ik heb geen flauwe notie. Now I'd like to invite you Yippie. To enjoy our newest video. Wat is met de mic, please? Ja, goed zo. Yippie, joh. Wow, mogen we een bol spelen? Wauw. I am glad we came back here. Ze heeft een laptop. Like wow! Wow. The place is beautiful. Wat dit? Is dit de forest? Voor mij is dit een soort van forest. Toch? Het lijkt heel erg op de forest. Waarom ken ik dit spel? Waarom heb ik dit spel al gezien? Yo, dat is vet. Wat de fuck? Heel cool om die vogel te schieten. Plus. Dat is vet. Ja, ik ken deze. Dat is fucking vet. Dit is een game dat ik vet vind. Kijk. Volgens mij komt deze ook nog multiplayer. Waar heb ik iemand deze multiplayer zien spelen? Ja, dit is sowieso related. Ja, oh, kan je tijgers hebben? Alsjeblieft. Green Hell. Cool. Ja. Volgens mij komt dat multiplayer. Oké. Okay. Oh. Mature. Hallo. Is het Dead Space of wat is dit? Nee, het is niet Dead Space. What the fuck? Ziet er dan cool uit, hoor. Afterfall is all about a VR co-op experience with zijn naam is bijna Tom toe. Ik wil dat toch wel cool. Really cool enemies. In Afterfall we have a game director system, which basically means that every session that you play is different every time you play it. Yeah, for example, you can have a huge horde of snowgreed coming at you, or you can have multiple stronger enemies. Yeah, it's Nederlands. So every session you do is basically different. For After the Fall, we really focused on cross-platform. That is, jongens. Ah, god, dan toen kan ik het horen. Oh, god. Oh, nee. Help me gehoord te nemen. Able to play with those lower-end mobile VR players. Visually, they're obviously not going to be the same. What needs to be the same is the gameplay. The enemies are on the same locations. The walls are on the same locations. Where player A is. Looks the same as where you would be for player B, and shooting as well, they should all be identical. So we make sure, automatically, that they are in parity with each other. Everybody playing together and shooting zombies together, that is like our core, the core experience. Hey boys, als jullie nog Nederlandse mensen nodig hebben die het spel voor je gaan spelen, ik doe het voor niks, hij koopt het spel voor me en ik doe het voor me. Nou, we zouden wel een koffer willen hebben hoor. Ik ben, dan blijf ik wel eerlijk over de game. 4-player co-op? Check. Cross-play on all platforms. 4-player co-op? Wow. You got it. Can After the Fall just be here already, please? Alright, I'm Tom Hall. Oh. Resolution games. Even Tim, Tom. Ietsje verder dan ik ga, man. One more code out. The last one. Now going to have a single player campaign. Is really cool. You get to battle against these four Octopresence mod ops. Once you've defeated all of them, you get to face their boss, Argentia.
She's a really cool boss that is going to be difficult. En gewoon die vier andere chappies gewoon weer veel geluid zien. One of the cool things about this new update is some of the sort of flavor around the world. You get to learn more about this interesting future dystopia we've created. Also in this update, you'll get to see a new area, Scrapper Street, full of robots moving around. Zo, alsjeblieft dat dit de laatste game is. Dit is niet de laatste game. Ik wil slapen. Ja, ik weet dat het niet zo is. Dan zeggen ze van, but wait, we have one more. We have more. Ja. We have your mom hostage if you don't play and play all the games. Osnuk. Hey, hey, gokken Niels. Gokken. Hey. Wel in een wereldje. Dat is spel. Oké. Okay. Here is update number 2. The update to Demio. Wat is dit? Nee, het is dezelfde game. Oh, wel, Demio is een ander spel. Dat is de D&D spel. Aha. Ja, komt er niet zo wat aan, eigenlijk. What the fuck? Oh. Grote rat. Groot hoor. Dag hoor. Realm of the Red King. Blastod's upcoming update looks brilliant, and as for Demio, it looks brilliant. Ja, vind je dat niet? Now, did someone say X-ray kill cam? Rated M for mature. Oh. X-ray kill cam? Yo, ho, ho, ho. Sniper? Sniper? Oh. Halt. Holy shit. Ik denk niet dat de sniper Ghostwire is. Of een ander sniper. Nou, althans, ja, het is wel een sniper spel, maar. Nice. Voila. Oh, nice, dit is sniper, kom op. Ja! Nice. Zo. Dat is best wel cool. Dat is wel cool. I cannot wait to use the X-ray kill cam. Bro, stop met te zeggen dat je niet kan wachten. Oké, fine, sorry. Anyway, goed zo. We're on the home stretch. Dat zei hij? Dat zei ze. We're proud to debut this next title coming fine, I'm sorry. Ja, maar daarvoor. Dat ze niet kon wachten om die kill cam te zien. From the launch of our first game, Blasters of the Universe, back in 2017. The VR community has always been incredibly supportive of our studio. And now we're super excited to share our latest project with you. Sure. Today we're revealing the official teaser for our first competitive multiplayer game coming to Oculus Quest. Competitive multiplayer game. Ooh. Oh, Echo VR is it. Nee, it's not Echo VR. Oh no, they have weapons in that. Ooh, it's a little rare. Is it Nerf? What the fuck? Nerf VR? So much the secret location for showing the first ever look at the new Nerf VR game coming next year. Okay, that's geweldig. It's time for our final game of the day. Dat moeten wij proberen. This may be one that you've already played. But this year we wanted to keep our game experience that we personally believe is truly pushing VR interaction and immersion forwards. So please enjoy the following trailer. Dit is de laatste. Mm-hmm. Wee yo! Wee yo! Dit is een fantasy game! Luca, hier heb jij op zitten wachten. Je hebt kort te wachten inderdaad. Dit is vet. Is dat alleen maar craft of kan je ook vechten? Ik film. Ik neem aan dat je ook kan vechten. Dat is wel tof. Hoop je maar zo boek krijgt dus. Ja. Oh, wow. Holy shit. Wow. Je kan je eigen wapens... Dat is heel erg. Wow, dat is fucking vet. Mine? Ver... Ah. Ah. Shut up and take my money. Echt hoor. Niels, dit vind jij zo interessant. Je bent niet eens zo fantasy. Dit is niet echt fantasy. Dit is meer van... Dit is hartstikke fantasy. Nee, dit is hartstikke fantasy. Medieval. Dit is meer middeleeuwen. Oké. I'll take that. Yo, shotgun pilot mode. Wacht, ik kan het toch zelf maken. Ja, ik shotgun die zwaard. Want er wordt een town... Town 15 juli!
15 minutes. Holy shit. It's fucking dichtbij. Oké. Oké, oké, die laatste game was mijn favoriet, hands down. Ja, yep, dat was... Fucking hands down. Kijk, waar kan je die kopen? Meteen kopen. Alright, boys. Hoe heet die game? Kan je even terug gaan? Township Tale. Township Tale. Oké, shit, hij is wel alleen op... Oculus, toch? Het probleem is, ik kan, zolang als het niet gratis is, kan ik het niet halen. Hoezo niet? Ik had toch even op PayPal voor je. Ik heb een PayPal. Je hebt geen PayPal? Nee. Waarom niet? Omdat ik, omdat er geld van, nee, omdat er geld van mijn PayPal account is gestolen en toen heb ik Ja, maar ik ga er maar 20 euro op zetten en dan ga ik het gewoon zo kopen. Maar kan dit, kan je op de Oculus Store alleen met PayPal betalen dan? PayPal, ja, creditcard. Ja. Oh, nee. Gaar. Maar ik moet het wel echt kopen, though. Wat ik moet het wel echt kopen. Oh. Ik vond die laatste game was het wel echt. Zeg maar, de eerste game was oké. Toen was het echt ruk. Nee, die Nouch game was wel leuk om te zien. Om de release dit ervan te weten. Nieuws. En dan was het ruk. Ja. In die laatste game was het alles op hol. De laatste was een fucking goeie. Niels, ik ben heel disappointed. Wat nou weer? Het is alleen voor de Quest en de Quest 2. Nee, dat komt vast zeker. Normaal niet. Jawel. Het is een Oculus Store. Ja, nee, er zijn twee verschillende Oculus Stores. Eentje op de Quest en eentje op de PC. Als je Virtual Desktop gebruikt, kan je gewoon in de Oculus Store komen waar ik ook in zit. Het moet zeker wel voor ons ook te vinden zijn. Nee. Hoe heet je deze game? A Township Tale. Ja. Maar in ieder geval, laten we eerst even de video afsluiten voordat we op onderzoek uitgaan, boys. Ja. Wat vonden jullie ervan? Ja, wat ik zei, was echt heel lang was het gewoon kut. Alleen, ze hebben het wel echt een beetje terug kunnen halen. Ja. Voor mij in ieder geval, met die laatste game. Want dat is echt iets waar ik op zit te wachten. Ik merk voor heel veel dat ze van die beat games... Ja, zomaar echt. Waarom? Ja, weet je, nee. Het is gewoon niet meer games. En heel veel games waren gewoon ruk. Alleen die laatste zag heel erg interessant uit. En die... ik ben nog steeds een beetje... Maar dit is de... Voor die Valorant of game. Die zag er ook al goed uit. Dus... maar goed. Bij deze sluiten wij de video af. Deze is iets korter als de vorige video. Die van vorige video was echt van 1 uur 5... Of 15, zoiets. 1 uur 10. En deze is gelukkig maar 48 minuten. Dus, bij deze wens ik jullie een hele fijne avond, of fijne middag, of fijne ochtend. En wij zien jullie weer bij de volgende E3. Yes. Laters. Laters. Doei.